Goedemorgen, met Isadam. Perry, goedemorgen met Wil van Delft van programma Delft Blauw. Goedemorgen, hallo. Perry, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen vanwege de laatste mooie single, Het Toffe Jongens. Dankjewel, ja. Ja, echt een oude klassieker in een nieuwe jasje, hè? Klopt, inderdaad. Ja, het is een, eigenlijk een liedje uit 1888. Dus dat is al heel oud. Ja. En in 1927 werd het voor het eerst eigenlijk live vertolkt door Kees Pruis. Maar het leuke wel van dit liedje is dat dit liedje altijd alleen maar bestaan heeft uit een refreintje. En de coupletjes hebben wij er zeg maar dus zelf bij geschreven. Dus het is ja, toch wel een nieuw liedje, maar dan in een klassiek oud jasje, zullen we maar zeggen. Ja, wat je net zei, want ik ken ook het nummer, ja, en dat wordt tof, jongen, maar dat ken ik alleen maar van het refrein. Verder ken ik een tekst. Nee, klopt, inderdaad. En dat bestond ook niet. Dus ja, wij hadden zoiets van, eigenlijk is dat zonde dat daar voor de rest nooit iemand wat mee gedaan heeft. Ja. Dus laten wij eens proberen om daar wat mee te gaan doen. En dat heeft zich, mag ik zelf zeggen, erg leuk uitgepakt. Ja. Je bent net terug van vakantie, hè? Mooie vakantie gehad. Klopt, inderdaad. Ja, ik ben net 2 dagen terug vanuit Mexico. Ja, en leuk geweest. Ja, absoluut geweldig. Wat dat betreft, ik ben over het algemeen echt een Spanjeganger. Maar Mexico heeft me toch wel heel erg geraakt, moet ik zeggen. Perry, ik draai dus juist nog een van jou. Wanneer is dat er geleden? Ik wil een knoopje aan je blouse zijn. Ja, dat is inmiddels alweer eventjes geleden. Dat was in 2011. Is dat weer zo lang geleden? Afgelopen jaar was voor jou ook succesvol jaar. Daar had je 2 singles uit, hè, afgelopen jaar, hè? Ja, klopt, inderdaad. In 2018 hadden we 2 singeltjes uit. Dat begon vorig jaar februari met Jij kunt niet altijd 16 zijn. Die het ook al waanzinnig leuk had gedaan. En in de zomer van 2018 kwamen we ook nog eens met Een zwoele zotte zomer. En die was eigenlijk echt flink raak. Die kwam eigenlijk in alle hitlijsten voor. Die eindigde in de top 10 van de beste zomersingles van 2018 op de 4e plaats. Dus ja, daar hadden we echt wel toch wel echt een hit mee te pakken. Perry, even voor de luisteraars. Jij ooit begonnen als pandparadis, hè? Niet als zanger, als pandparadis, hè? Toen je eerste liedje zong. Hè? En jij bent ooit ontdekt door de legendarische Annie de Reuver. Ja, dat klopt. Ik trad inderdaad op als bandparodist. En Annie de Reuver die zag mij en die was daar nogal van gecharmeerd. En toen zegt ze, ik wil je ook wel eens een liedje horen zingen. En toen, tijdens een talentenjacht, heb ik daar in de pauze, heb ik zelf gewoon een liedje gezongen. En dat was het kleine café aan de haven van vader Abraham. En dat hoorde Annie. En die kwam toen weer naar me toe en ze zegt, ja, ze zegt, je moet nog een hoop leren. Ze zegt, ik zie er wel wat in. Ze zegt, kom eens een keertje bij mij koffie drinken. Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk het begin geweest van een jarenlange samenwerking. En zij heeft mij dus in het begin vooral geholpen met, ja, hoe moet je je nou profileren als artiest zijnde. En zij heeft me goed leren zingen, laat ik het zo zeggen. Echt ook gewoon nog bij een cassettebandje leren zingen. Ja. En heeft mij mijn eerste stapjes naar de platenmaatschappijen laten zetten. Ja. En toen kwam je ook bij Johnny Hoes terecht. Ja, toen kwam ik door haar bij Johnny Hoes terecht in Weert. En daar heb ik ooit mijn allereerste singeltjes zeg maar opgenomen. En ja, dat is eigenlijk een droomcarrière, denk ik, van een artiest om dat mee te mogen maken. Als je met zulke legendarische mensen mag samenwerken. Ja. Ik moet jou heel even tussendoor de groetjes doen van de luisteraar. Die luistert mij in Florida, Hattie Thompson. Die wil jou de groetjes doen. Kijk, dat is lief. Hartstikke leuk. Dankjewel. En de groetjes terug natuurlijk. Berry, terugkijkend op zo'n carrière tot nu toe, hoe kijk je daar zelf op terug? Ik ben een heel tevreden mens, laat ik het zo zeggen. Het echte grote succes is er nog niet geweest. Maar als ik zie wat ik aan het doen ben en waarmee ik bezig ben en wat ik mag doen, mijn agenda die zich goed vult met optredens, ja, ben ik gewoon een heel gelukkig mens. Ik heb ooit als kind zijnde gezegd, ik wil later graag artiest worden en daar wil ik mijn boterham mee verdienen. Ja. En dat gebeurt inmiddels. Ik kan fulltime leven van de muziek. En ik zeg tegenwoordig, ik verdien er mijn boterhammetje mee. En ik verdien ook nog eens een plakje kaas erop. Dus ja, gelukkiger kan je me eigenlijk niet maken. Nee. Ben jij ook een gezelligheidsmens, hè? Met deze single Toffe Jongens? Ben je ook een gezelligheidsmens?
Ja, absoluut. Ik ben wat dat betreft een echte levensgenieter. En daarnaast hou ik van heel veel gezelligheid, van mensen om me heen. Mensen blij te kunnen maken. Ik ben echt wel een gevoelsmens, kan ik zeggen. Dus ja, wat dat betreft voel ik me altijd wel het meeste in mijn nopjes als ik gewoon lekker met onder de mensen ben. Mensen blij kan maken. Bijvoorbeeld vanmiddag ook weer, dan mag ik hier in Rotterdam onze ouderen weer een gezellige middag brengen. En dan ga ik altijd met zo'n voldaan gevoel naar huis als ik zie dat de ouwtjes genoten hebben, lekker hebben meegezongen. Ja, want dan kan je me eigenlijk niet gelukkiger krijgen op zo'n moment. Ja, want dan ga je als artiest, dan sta je met beide benen op de grond. Als je andere mensen ziet genieten van het leven, of niet dan? Absoluut, zeker weten. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Wat dat betreft heb ik gelukkig wel die Rotterdamse nuchterheid van doe maar, dan doe ik al gek genoeg. En waarom moet je je anders voelen dan wie je bent? En waarom moet je je meer voelen dan een ander? Dat vind ik zoiets raars. Dus nee, doe maar lekker normaal, dat doe ik al gek genoeg. Is dat ook de bepaalde nuchterheid van jou als persoon? Ja, zeker. Denk ik wel. Ik ben vrij nuchter en ik sta ook wel zo in het leven. Ik heb zoiets van alles wat op mijn pad komt vind ik geweldig en ontzettend leuk. En daar geniet ik met volle teugen van. Maar laten we het maar normaal houden. We gaan zo duidelijk een single draaien. Toffe jongens, hè. Ja, ik moest lachen toen de eerste keer. Want ik dacht van, ja, wat je zegt, ik ken alleen dat fijn. En toen kwam een heel nummer Toffe Jongens uit. Dus ik vond het geinig toen ik de eerste keer dat nummer hoorde. Ja, maar dat is ook de reactie die ik van heel veel mensen krijg. Bijna iedereen in Nederland heeft hier wel een herinnering aan dat. Ze zeggen van, oh, mijn vader zong dat vroeger altijd, of mijn opa zong dat vroeger. Dus er zit altijd wel een herkenbaarheid voor mensen in dit liedje. En ja, dat maakt het juist zo leuk dat je zeg maar toch iets ouds met iets nieuws hebt kunnen combineren. Ja, en ik heb gelezen het origineel zo stamt uit 1888. Ja, klopt. Inderdaad, 1888. Het klinkt zo lang geleden. En toen werd het ooit zeg maar gemaakt als een vrolijke feestmars. Toen was er nog geen eens een tekst zeg maar opgezonnen. Alleen de muziek bestond toen. En in 1927 heeft Kees Pruijs het voor het eerst op de bühne gebracht. Dat was in die tijd een cabaretier. Ja. En die bracht het dus zeg maar op de bühne met het refreintje van Toffe Jongens. We gaan zo naar de single draaien, Perry. Eens voor de luisteraars die meeluisteren. Zij die meer willen weten, staat alles op www.perryzuidam.nl. Dat klopt, inderdaad. Dat is denk ik voor de mensen het meest handige om daar naartoe te gaan. En van daaruit kunnen ze dus eventueel ook terechtkomen op mijn Facebook, op mijn Twitter, op mijn Instagram. Dus wat dat betreft, ik ben eigenlijk van alle markten voorzien qua social media. Ik vind het altijd leuk als mensen zich toevoegen. Wat ik al zei, ik ben een gezelligheidsmens, dus voeg je gerust toe op een van mijn accounts als je me wil volgen. En dan kom ik jullie daar vanzelf tegen, zou ik zeggen. Nou, we gaan dat zingen draaien. Perry, heel erg, op de eerste plaats heel erg bedankt voor het gesprek. En mooi laatste woord van jou richting de luisteraars die meeluisteren, ga ik de single starten. Dat is goed. Lieve luisteraars, ik wens jullie allemaal een hele fijne woensdag toe. En hier is mijn nieuwe single, Toffe Jongens. Kijk goed, Perry. Tot de volgende keer. Bedankt. Hoi.